Ramona, they're ringing out our summer blood. Welkom bij ons uitje. Eindelijk zitten we dan op het terrasje, hè? Anderhalf jaar later. Marion wil graag eventjes wat zeggen tot jullie. Ik denk namens Marion jullie allemaal hartelijk welkom. En eigenlijk sta ik hier heel erg trots te zijn. Het leuke ervan is dat ik eigenlijk twee groepen had. Dat waren de Harten van Mook. Even handen omhoog, Harten van Mook. Dat is niet mis, hè? En we hadden de stroopwafel. Dat wij met elkaar sowieso het Pieterpad gelopen hebben. We zijn naar Rome gegaan. Ja. Dat we altijd bezig zijn met de ontmoetroute op woensdagochtend om 10 uur op de Botenhof. Iedereen welkom. En we hebben ook de ontmoetroute weer opgestart in Molenhoek. Dus daar nodig ik ook iedereen voor uit die dat zou willen. We zijn om 2 uur bij de ijssalon. Marion bedanken. Dank u wel. We moesten gisteren door de teststraat. Een applausje voor Suzanne ook. Applausje voor Suzanne. Applaus voor de studenten, Hilde en Suzanne, die niet aanwezig is. Ja. Jullie hebben meegelopen naar boven, hè? Ja. Oh, stoer. Jij ook? Kijk eens even. Dat zijn de echte diehards. Hier komt Richard, komt iets vertellen over het boek van de bisschop. En dat boek, dat is geschreven door Dikke Piet. En zijn dochters hebben, toen Piet gestorven is, hebben zijn dochters dat uit hun pak. Ja. Er zijn hier een paar waar de ouders hier ook op de biezen, ook in dit huis zijn geboren. Hier precies op de moeders, ja, op deze plek van de Meeuwsters. Dus, en ik dan doe een gedichtje even voorlezen van oom Piet. Over het leven hier op de Biezet, om een beetje het gevoel van vroeger eigenlijk te brengen. In de winter van 29 geboren en de eerste wijk al was bevroren. Het kwikte zakte en zakte, het voordat krakte. De innigste verwarming in huis was in de keuken het fornuis. Ze kwamen de deur niet meer uit. De bloemen zaten dik op de ruit. En toen kwam de zomer. Vergeten was alle kommer. En de eerste jaren die vlogen voorbij. En het lopen kreeg ik onder de knie. Ja, en zo gaat het met allemaal. De tijd kwam, we moesten naar school. Op de vreubelschool begonnen. In het klooster bij de nonnen. Op de klumpjes door het wald. Mei was warm. Dan was weer koud. Door regen, weer en wind, daar gunde toch geen kind. Ja, het was een heel geklooi en toch was de tijd mooi. De winkel kwam nog een huis met brood, winkelwar en gruus. En met een pertje voor de wagen kwam zoals alle dagen. Het was geen beste tijd. We stonden duk in het kriet. En ze hadden wel een verke in het schot. En die minkjes in de winter kapot. En dan was het niks meer als spek en brei. En daarmee waren we toen hartstikke blij. We waren nog maar clean blagen. En hadden eigenlijk niet te klagen. Wel moesten we maar aanpakken thuis. In en rondom het huis. Knoeiweer. En ook nog rogbinden. Er was licht werk te vinden. Ook moesten we de bruspot stoken. Om piepers voor de verkens te koken. En s'avonds in een bed van strooi. En toch was de tijd mooi. We hoefden ons niet af te beulen. Er was ook nog licht tijd om te speulen. Dan was de hele biezert van ons, van de spitse tot bij gatje bons. En daar kenden we ieder petje. Want nergens stond in de tijd een bretje dat je er niet in mocht gaan. Je kost overal gewoon een stone.
We klommen in Bum en Struiken, Verstoppen en Mekorre Zuiken. Tollen, knikkeren en wandelen, meiden we gewoon maar wandelen. Ook wel eens kattenkwart in het horen of Mekorre flink afzolen. Belken trekken hebben we nooit gedaan, omdat je geen huis met een bel zag staan. Je viel zogenaamd met de deur in huis en er was altijd wel iemand thuis. En met het speulen wat het te tiet vergeten, dan kwam de thuis en dan zouden ze al te eten. En dat was vaak behulde kooi en toch was het niet mooi. En s'avonds ben je een petrolielemke, alleen op pyjamahemke, spullen met trein en poppen en moed zat suk te stoppen. Vat klompen binnen te snijden of een zouten been op te kneden. En was er een jurk thuis, dan zette moed de pot op het venus. Dan weer schokkeloord gezet en ging er met een volle buik naar bed. En dan hoorde zachtjes de deur piepen. Dat was ons moed, die keek of we sliepen. En dit afgesliept als een os, miel de ogen een klein beetje los. Dan stopte ze ook nog eens goed in. We waren ook nog maar zo clean. En dan zei ze, oh, wat lekker hupke. En kuste op boven op een kupke. En dan voelde ook geborgen en ging de slapen zonder zorgen. Ja, en dan hadden mij een luus of een vlooi. En toch was dit niet mooi. We hebben vandaag, en dat vind ik heel leuk, koffie drinken met elkaar. Dan heb je de andere wandelaars kunnen ontmoeten. Hoe heb je dat ervaren? Ik vond het een ware belevenis. Even met bijna 20, 30 man tezamen koffie te drinken. En voor de allereerste keer na corona. Geweldig genoten. En het was lekker. En bedankt voor iedereen. I need you, my own.